Op voorhand een zware opgave voor ARC. Op eigen veld tegen de landskampioen IJsselmeervogels. Maar de ploeg van Jan Zoutman draait nog niet naar behoren. En won tot nu toe pas één uitwedstrijd. Wel het eerste schot van de bezoekers is van Geoffrey Verwij. En ARC-trainer Edwin Vurens die wil de boel even herstellen aan de Alphense zijde. Thuisclub zonder de geschorste Lorenzo Rimkes. En hier met Lavinio Weidenbos, de linksback, helemaal mee naar voren gekomen. Trekt naar binnen met zijn chocoladebeen en dan wordt hij van richting veranderd. En komt de ARC op 1-0. Weidenbos naar zijn rechterbeen, daar staat hij normaal alleen op. Maar nu krijgt hij wat hulp van een IJsselmeervogelspeler. En dan moet de landskampioen komen. Met Verwij. Bal aan de rechterkant voor Bolland. Bolland moet scoren, maar Bolland faalt. En zo krijgen de vleugelbacks de grootste kansen aan beide zijden. Labots. Ook voor hem weer een basisplaats. Nadat hij op de bank zat tegen Capelle. Zijn schot is makkelijk te pakken door Martijn van Strien. De goalie van de Vogels. Verwij. Uit de spits ingezakt. En hij probeert Oosterhout te bereiken. Dat lukt. Maar dan is het dan buitenspel. Is het geen buitenspel? Protesten zijn er van ARC. Het is Steinraad die als laatste de bal aanraakt. En hij staat geen buitenspel in de ogen van scheidsrechter Van de Rest. En zo maakt Kwongwa Steinraad, de aanvoerder van IJsselmeervogels, zijn 6e doelpunt van het seizoen. Nadat hij een maand had droog gestaan. En de verhoudingen weer gelijk op Zegersloot. Oeh, dit is een hele zware overtreding van Bolland. Nergens voor nodig op de middenlijn en hij mag indrukken. Goed gezien van Van de Rest, want Bolland komt hier veel te onbesuisd in. Duidelijk te zien, aanslag op de benen van Weidenbos. En Bolland is gezien. Hoekschop voor de ploeg in het groen. Een hele opvallende combinatie groen met rood. De kopbal van Funga Wing gaat over. En de vrije trap van Vondeling gaat voorlangs. En zo zijn beide ploegen ook in de tweede helft in staat om aanvallend voor de dag te komen. IJsselmeervogels weer. Verwij, de nummer 10. Oosthout. En dan het schot van Kuiper. Die moet daar meer mee doen. En weer is het een vleugelverdediger die voor gevaar zorgt. Zie je niet vaak. Blom. Ook voor hem weer een basisplaats ingeruimd. Dat hij vorige week in de tweede speelde. En hij treft de paal. Jim Blom. Ja, die wil wat laten zien aan zijn coach. Veel gevaar aan beide kanten in de tweede helft. Nu zijn het de Vogels. Balverlies van Peters. Die gaat heel grof door op Vondeling. En dan moet Vogels met 9 man verder. Nee, scheidsrechter Van de Rest spaart Tim Peters, die hier absoluut direct rood had verdiend. Zat nog maar pakweg 10 seconden binnen de lijnen. En laat zich gaan. Berk Belenkamp opgekomen langs de linkerflank. De centrale verdediger krijgt de bal terug. Berk Belenkamp heeft het vizier iets te hoog staan. De oude Ajax ziet. Splinter. Ingevallen in het tweede bedrijf. Terugleggen van Beiersbergen. Schot van Vondeling. Het scheelt net iets minder dan een meter. Maar Vondeling voelt het aan. Er is meer te halen voor ARC tegen de 10 van IJsselmeervogels in de tweede helft. Die komen er wel weer uit. En dit is ook een grote kans. Maar in de tweede helft, ondanks die vele kansen, wil er maar geen doelpunt vallen. In een fase waarin de Vogels meer en meer het doel van ARC opzoeken. Hier is het Peters. Balk gaat er een beetje langs. Maar geen treffer voor de Vogels. Dan Vermeulen.
ingevallen bij ARC. Kap naar zijn rechterbeen en ook hij raakt de paal. En het wil maar niet lukken voor ARC om voor de tweede keer op voorsprong te komen. Een slotoffensief voor de Alphenaren met een omhaal van Peijersbergen. Ook hij een verse kracht. En Vermeulen, ook hij kan niet scoren in de tweede helft. En zo blijft het 1-1 in een open wedstrijd. Ja, dat was het wel. Het was een wedstrijd waarin allebei de ploegen vrij vroeg druk zetten op de opbouw van de tegenstander. En als je snel doorschuift, dat betekent ook dat je wel wat ruimte en dus wat kansen weggeeft. Ik denk dat voor rust wij de betere kansen hebben gehad en zeker ook meer. AFC komt natuurlijk wel op 1-0 voorsprong door een individuele actie en een verrichting veranderd schot. Maar ik denk dat wij met rust al afstand hadden moeten nemen. Ja, tweede helft speel je met 10 tegen 11 en dan moet je eerst zorgen dat je je organisatie goed hebt staan. Eigenlijk hadden we daar niet zo heel veel problemen mee tot in de slotfase AFC nog twee keer gevaarlijk werd. Maar zelf hebben we de tweede helft ook niet meer zoveel af kunnen dwingen. Dat is, valt met een man minder niet altijd mee. Maar vooraf had je waarschijnlijk niet op een gelijkspel gerekend, toch 2 punten verloren? Nou ja, gezien vooraf natuurlijk wel, maar gezien het feit hoe de wedstrijd loopt en dat je voor rust al met een man minder komt te staan, ja, dan kun je wedstrijd ook zomaar verliezen. Dus je weet dat voetbal alle kanten op kan. En we zullen maar zeggen dat het wat dat betreft vandaag voor ons een wat ongelukkige wedstrijd was. Je speelt gewoon een aardige wedstrijd en van tevoren is het gewoon gezegd van als je die tegenstander gewoon zo lang mogelijk 0-0 houdt, dan kan je gewoon een puntje minimaal eruit slepen. Ja, en dan kom je 1-0 voor te staan, misschien 0 tegenverhouding in, de wedstrijd gaat redelijk gelijk op, sta je 1-0 voor en dan hinken we wel op 2 gedachten van gaan we dit gewoon even volhouden tot rust of gaan we doordrukken. En door eventjes wat onoplettendheid in de verdediging krijg ik gewoon een goal tegen. Ja, kan ik mezelf ook aanrekenen. Want? Omdat ik aan de verkeerde kant loop te dekken. En vervolgens, mijn man gaat er vandoor. Ik kan hem nog dwingen om een paas te geven. En dus als het wel of niet buitenspel is, dat kunnen we later op de beelden zien. Voor mijn gevoel was het wel redelijk buitenspel, maar de grensrechter en scheidsrechter doen er niks mee. Dus daar komt gewoon een 1-1.